weinig. Hey. ரெண்டு பேர் வந்து இங்க வந்து கொண்டுட்டாங்க. பென்குயின்ஸ், குட்டி பென்குயின்ஸ். ஸோ அந்த பேரட் செக்ஷன் பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்தால் பென்குயின் நல்லா இருக்கு. அந்த ஒரு ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த கூண்டு மாதிரி கல்லில் வச்சுருக்காங்கல்ல, அந்த அந்த கேவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் போட்டு எழுதியிருக்காங்க பார்த்தியா, 22, 23, 24, 25. இது நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வரலாம். அந்த 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 பறவை எங்க பாரு, போகுது பாரு. எங்க பாரு, மண்டியில பூ பூ பேச்சு. ஓகே, மோஷிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது எப்படி நடந்து வந்து இப்படி 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 Goedemiddag, dames en heren. En van harte welkom bij de vogeldemonstratie hier vandaag in Vogelpark Avifauna. Mijn naam is Lars en ik ga jullie proberen van alles te vertellen over al die verschillende vogels die je hier vandaag kunnen zien. En als je een beetje hebt opgelet, dan heb je ook al aardig wat vogels kunnen zien. Hè? Bijvoorbeeld hele mooie roze. Maar misschien heb je ook wel die groene en die rode papegaaien voorbij zien vliegen. Ik zag ze net wel een paar voorbij komen in ieder geval. En dat zijn de edelpapegaaien, die rode en die groene. Dat is wel een hele bijzondere papegaai ook. Want aan die vogels kun je namelijk heel goed zien wie nou precies het mannetje en wie nou precies het vrouwtje is. En dat kun je bij de meeste papegaaien eigenlijk helemaal niet zo goed zien. Maar bij de edelpapegaaien dus wel, want de mannen die zijn helemaal groen. En de vrouwtjes die zijn zo mooi rood met paars gekleurd. Ik hoor hem wel schreeuwen. Maar misschien als je over opa houdt, zie je hem nog wel voorbij vliegen ook zo meteen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog die roze met grijze. Dat zijn de rosé-kakatoes. En de rosé-kakatoes die leven in de natuur in Australië, waar ze in hele grote groepen samenleven. Nou, en dan zijn ze heel vaak op de grond te vinden, want daartussen dat gras, daar groeien allerlei soorten graszaden. En dat vinden die rosé-kakatoes heel erg lekker. Maar als er nou gevaar dreigt, er vliegt een roofvogel of zo voorbij, ja, dan vliegen die rosé-kakatoes met z'n allen tegelijkertijd de lucht in, kriskras door elkaar heen, en dan maken ze daarbij zoveel mogelijk kabaal. Nou ja, dan weet zo'n roofvogel bijvoorbeeld er echt geen koek meer van te maken. Het is heel moeilijk om er dan nog een tussenuit te pikken natuurlijk. Dus dat is voor die rosé-kakatoes heel veilig. Maar je kan je ook wel voorstellen dat voor de mensen die in Australië wonen af en toe ook wel heel irritant kan zijn, hè? Al dat geschreeuw en gekrijs. En daarom hebben de mensen in Australië een bijnaam bedacht voor die rosé-kakatoe. Want daar wordt hij namelijk de gala genoemd. En gala, dat betekent in het Nederlands luidruchtige idioot. Dus dat is niet zo'n vriendelijke bijnaam, maar dan kun je een beetje voorstellen hoe die mensen over die rosé-kakatoes denken, hè? Nou, is het wel een hele interessante vogel, want in zo'n enorme grote groep met kakatoes gebeurt natuurlijk een heleboel. Het is een hele bijzondere
groepsdynamiek. En ja, dat is voor onderzoekers natuurlijk reuze interessant. Maar het is heel moeilijk om die vogels goed te onderzoeken. Want zij trekken door heel Australië van plek naar plek op zoek naar voedsel. Ja, en dat is nogal een groot gebied, hè. Dus zie ze maar eens bij te houden. En gelukkig kunnen we ze daar een handje bij helpen, want elk jaar zijn er hier in Avifauna tientallen onderzoekers te vinden van verschillende universiteiten die onderzoek doen naar onze vogels en bijvoorbeeld ook naar die rozeekakatoes. En met alle informatie en kennis die ze hier opdoen, kunnen wij natuurlijk onze dieren nog beter verzorgen, maar vooral ook de dieren in de natuur nog beter beschermen. En ja, voor die onderzoekers is dat heel gunstig, want het is een stuk duurzamer dan naar Australië reizen en een stuk makkelijker onderzoek, omdat je niet van hot naar her hoeft te reizen continu. En zo kunnen we elkaar een beetje helpen, gelukkig. Nou, we leven deze vogels in Australië. Maar de rest van deze vogeldemonstratie zullen we eigenlijk vooral vogels zien die je kunt tegenkomen in Afrika. Want ook in Afrika leven heel veel bijzondere soorten vogels. En deze vogels zijn gek op zaden, maar die vogel die net al even voorbij vloog, die zit nu helemaal daar voor jullie aan de rechterkant, die is gek op insecten. En die vogel is niet zo heel groot, maar hij heeft wel een hele lange naam. Want hij heet namelijk de vonderdekkentok. En die vonderdekkentok, die is gek op insecten, zei ik al, die kan die ontzettend goed vangen. En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk heel snel en heel wendbaar zijn. Nou, dat is hij ook als geen ander. En ik hoop eigenlijk dat hij vandaag aan jullie wil laten zien hoe goed hij die insecten kan vangen. Let maar eens op. Vonderdekkentok, dat heeft ze volgens mij wel bewezen, is ontzettend snel, heel erg wendbaar. Die kan die insecten heel makkelijk vangen. Maar om die insecten te vinden, hebben die galas weer, hè? Om die insecten nou te kunnen vinden, dat is wel een ander verhaal. Dan moet je best wel goed op zoek natuurlijk, zo'n kleine insecten om die te kunnen ontdekken. Maar weet u wat slims op bedacht wordt, dan gaat in Afrika gewoon een stokstaartgroep met mangoesten, stokstaartjes bijvoorbeeld. En die jagen ook op insecten. En als die dan boven in de boom gaat zitten, boven zo'n groep met mangoesten, dan springen en vliegen er vanzelf een heleboel insecten. Dat krijg je een beetje last van. He, want ze zijn ontzettend mooi om te zien, deze reuze toeraco's. Maar doordat ze zo mooi zijn, ja, is het dus ook wel gevaarlijk voor ze. Dan moeten ze goed uitkijken dat ze niet worden gevangen en weggesmokkeld worden. En dat is eigenlijk helaas precies wat er is gebeurd met de ouders van deze reuze toeraco's. Want de ouders van deze reuze toeraco's, die werden namelijk gevangen en zo gesmokkeld en gelukkig door de douane ontdekt. Ja, dit is namelijk een aasgier. En aasgieren die leven ook in Afrika en die kunnen daar zo heel mooi rondzweven op die thermiek op zoek naar een lekker maaltje. En als ik zeg lekker maaltje, weten jullie dan waar ik het over heb? Wat eet een aasgier graag? Aas, hè? Ja, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag. Hij heet ook niet voor niks aasgier, hè? Nou, en die aasgier, die leeft daar in Afrika dus, maar ze komen ook hier in Europa voor, want je zou ze namelijk ook eens... En zo'n struisvogel-ei, ja, dat is een lekker hapje. Het enige nadeel van zo'n struisvogel-ei is dat die schaal van zo'n ei enorm sterk is. Daar kom je niet zomaar doorheen. Een struisvogel-ei is zo sterk, daar kan een volwassen man bovenop gaan staan zonder dat dat ei breekt. Nou ja, zie dan maar eens als zo'n aasgier dat ei open te krijgen. Hè? Dat is best wel een flinke klus, een flinke uitdaging. Hebben ze gelukkig iets heel slims op bedacht. Want zij moeten namelijk op zoek gaan naar een stuk gereedschap. Dat lukt niet op eigen kracht. En dan kunnen ze natuurlijk daar op die savanne, op die uitgestrekte vlakte, naar de dichtstbijzijnde hoornbach vliegen. Maar dat is best wel een stukje. Kunnen ze op zoek gaan naar een hamer en een beitel. Dat is wel een kleine kans dat je die tegenkomt. Maar als je nou op zoek gaat naar een ander stuk gereedschap. Nou, dat is best een flink karweitje nog steeds. En dat lukt niet van de ene op de andere keer. En in de natuur zijn die aasgieren daar dan soms ook wel 2,5 uur mee bezig.
Dus ik hoop dat jullie lekker zitten. Ja, hebt u hem al open? Oh, nou, het ging al een stuk sneller, gelukkig dan vandaag. Nou ja, en dat is best wel de moeite waard, want de inhoud van zo'n struisvogelei kun je vergelijken met de inhoud van wel 25 kippeneieren. Nou, daar kun je flinke uitsmijter van maken, hè. Dus dat is voor die aasgier. Nou, die vogels die kwamen mooi deze kant op gevlogen, hè? En ik zei dat, en dan ja, is dat eigenlijk prima voor ze, maar als je nou je eten zoekt in het water, ja, dan is het vooral handig als je zo'n lange snavel hebt. En dat hebben bijvoorbeeld deze vogels hier al, hè? En dat zijn nimmerzatten. Beetje een gekke naam misschien. En de nimmerzat, dat is familie van de ooievaren en die leeft dan in Afrika. En die gaat eigenlijk vooral op zoek naar die vissen. Nou, dan is het dus handig als je zo'n lange snavel hebt. En wat zij doen, zij gaan in dat water staan en dan gaan ze gewoon staan wachten tot er een visje voorbij komt. Nou, en als er dan een visje voorbij komt, dan kunnen ze met die snavel heel snel die visjes pakken natuurlijk. Maar dat doen ze echt de hele dag. Ze staan daar gewoon de hele dag te wachten. En voor de mensen, voor de onderzoekers die vogels ontdekt hebben, die dachten ook, nou, die vogels die zijn echt nooit klaar met eten. Zij zijn het eten echt nimmer zat. En toen hebben ze die vogel gewoon nimmer zat genoemd. Ja, kijk, hè. Voeren ze door het water op zoek naar die vis. Het is ontzettend gevoelig, die snavel. Als daar wat tussen komt, dan klapt die razendsnel dicht. En hebben ze zo'n visje al heel snel te pakken. Nou is het wel zo dat al die vogels die zo graag vis eten in de natuur wel steeds moeilijker die vissen kunnen vinden. Want er wordt ook door mensen namelijk heel erg veel vis gevangen. Zoveel vis dat er... Dat mag ook zijn in de vorm van briefgeld natuurlijk. En dat pakt hij allemaal netjes zelf aan. En dat stopt hij ook helemaal zelf in die collectebus. En als je daar nou een donatie doet van 5 euro of meer, dan krijg je van mijn collega die erbij staat nog een hele leuke pin met een van onze vogels erop. Dus dat is voor jezelf ook nog leuk meegenomen. Heb ik ook nog een mededeling, want om 14:15 worden hier aan de andere kant van de vijver de pinguïns gevoerd. En een van mijn collega's vertelt er wat leuke informatie bij, dus dat is heel leuk om even te gaan kijken. En om 3:00 hebben we hier op deze zet... Hey, door ik wel maar. Hey. சின்னதா இருக்கும் போல பிரிச்சிருப்பாங்க Die andere kan je niet komen. Die andere kan je niet komen.
தெரியுதா, அங்க பாரு ஒரு எருமை எருமை வந்து இதாய் கடக்க மாதிரி ஒரு இது வச்சிருக்காங்க. பேசிக்கா அது வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைல சொல்லணும்னா இது வந்து பொன்னந்தினி கத்து. ஆமா, இங்க மேல ஒண்ணு கவுண்டர் இருக்கு பாரு, இங்க பாரு கீழே. இங்க ஒண்ணு பாரு பொம்மை மாதிரி கவுண்டர் இருக்கு. ஆமா, அங்க பாரு கூடு கட்டி இருக்காது, கூடு கட்டி மைனா வந்து வாயில கத்தும். தெரியலடா மைனா எப்படி கத்தும், அது வந்து குயில்ரா. பாவண்டா மைனா, மைனாவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்க செத்துருண்டா. ஆனா இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியல, ஒரு ப்ளூ கலர் மயில் மாதிரியே இருக்கு, மயில் மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சைஸ்ல. Thankful Park. நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அரௌண்ட் 3.5 hours வந்து இந்த பார்க்கை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. நான் வந்து இப்போ வீட்டுக்கு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய், சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.